ben Kevin White. Ik ben 20 jaar werkzaam bij Stad Poperingen. De eerste 10 jaar van mijn carrière was ik systeembeheerder bij de stad. Daarna ben ik eigenlijk doorgeschoven naar de functie integrale veiligheid en ook het beheer van het openbaar domein. De aanvragen, de vergunningen van alles die op het openbaar domein plaatsvindt, neem ik in feite onder mijn hoede. Als we even terugkijken in de tijd, in 2012 waren we in Poperingen aan het werken met twee formulieren. Enerzijds een formulier voor de inname van het openbaar domein, anderzijds een formulier voor de plaatsing van de signalisatie. In die periode spreken we van ongeveer een 275-tal aanvragen op jaarbasis. Geleidelijk aan is dat geëvolueerd. Een eerste stap dat wij dan toegepast hebben, is in feite het samenvoegen van die twee aanvraagformulieren. Dat was voor de burger nogal complex, dat hij voor de inname van het openbaar domein en dan nog een keer het aanvragen van een parkeerverbod twee aanvraagformulieren moest invullen. We hebben dat dan vereenvoudigd en dat op één formulier geplaatst. We hebben in de loop van de volgende periode dan eigenlijk een paar keer ondervonden dat er conflicten waren. Wegenwerken in combinatie met een wielerwedstrijd. Meestal wegenwerken die wel goed gepland waren, maar die uitlopen zijn in duurtijd, die dan net in conflict kwamen met de wielerwedstrijd die in die omgeving of in die specifieke straat moest langskomen. Ondertussen waren er in Poperingen rond 2018 al 750 aanvragen op jaarbasis, dus die stegen heel aanzienlijk. Die zorgen ook altijd voor extra workload. En dan waren we in feite op zoek naar een online toepassing die eigenlijk het manueel registreren in HIPOT voor ons een deel kon gaan oplossen. Dus op het ogenblik dat iemand een aanvraag indient en wij verlenen een goedkeuring, dat wij niet nog een keer alles manueel moesten ingeven. Dat was voor ons eigenlijk het belangrijkste aspect om eigenlijk een goede oplossing te vinden dat voor ons online gebeurde. We hebben in 2018 het EagleBee-platform opgestart en dat is eigenlijk heel vlot verlopen. In die zin dat onze dienst Lokale Economie de eerste partner was, onze eerste collega-diensten, die ook zijn bij ons komen aankloppen om te vragen of dat de horecazaken hun aanvraag voor terrassen via de toepassing konden aanvragen en dat zo ook heel vlot de vergunningen konden afgeleverd worden. Ook onze technische dienst kwam bij ons langs met de vraag van hoe kunnen we de plaatsing of eventueel het ontlenen van signalisatie nog beter gaan stroomlijnen. Dan is in feite tussen onze toepassing dat we gebruiken en hun toepassing een koppeling opgezet, zodanig dat op het ogenblik dat wij een toelating verlenen, automatisch die gegevens overgedragen worden naar onze technische dienst en dat zij van daaruit heel vlot hun opdrachten konden uitvoeren. Naast de interne diensten zijn we in feite ook gaan samenwerken met externe diensten, politie, maar ook bijvoorbeeld AWV. Dat is vooral in het kader van de aanvragen rond gewestwegen. Vroeger werd dat gemaild, werd even getelefoneerd. Nu maken we in feite gebruik van onze online toepassing om tijdens het aanvraagproces advies te gaan vragen. En dan is het bijvoorbeeld voor mensen van AWV heel eenvoudig om daar de aanvraag te beoordelen, een gunstig of ongunstig advies. En kunnen zij ook heel eenvoudig hun advies vergunning aan opladen in de toepassing. Wij waren in feite heel tevreden over de manier van werken van de toepassing voor de innames. Dat wij eigenlijk ook wilden gaan zoeken van kunnen wij dat voor de evenementen ook gaan realiseren. Want bij de conflictbeheersing heb je enerzijds de innames van wegenwerken, containers, anderzijds de evenementen die van tijdelijke aard zijn. Dat konden wij in feite heel eenvoudig binnen dezelfde toepassing via een extra module ook ons evenementenbeheer gaan organiseren. Dat is in feite ook heel vlot verlopen. Wij zijn ongeveer ingestapt in december vorig jaar. Wij hebben in feite de keuze genomen om in de kalme periode van COVID-19 alles klaar te gaan stomen, zodanig dat alle nieuwe evenementenaanvragen voor 2021 via het nieuwe platform konden aangevraagd worden. Voor ons is EagleBee ook een voorbeeld van Smart City. Smart City hoeft niet altijd de high-tech zijn. Van verkeersborden die automatisch oplichten, gekoppeld aan gestuurde paaltjes. Nee, Smart City wil ervoor zorgen dat een burger in feite heel vlot en efficiënt zijn aanvraag kan indienen. En dat voor ons als lokaal bestuur we die heel vlug kunnen gaan beoordelen en gaan vergunnen. Diverse besturen zijn bij ons al komen aankloppen. Dan durf ik eerlijk toegeven, EagleBee is nog geen gevestigde waarde. Het is een oplossing in groei.
Bij Eagleby hebben we het gevoel dat de mensen luisteren naar onze problemen en helpen zoeken naar oplossingen voor onze uitdagingen. Uitdagingen niet enkel voor ons als lokaal bestuur, maar ook voor de organisatoren, politie, brandweer. Meehelpen zoeken naar oplossingen voor de toekomst.